Dennis van Nauwland, Teilingen Voorrolte. Denk je normaal gesproken, nou ja, een paar jaar geleden weet ik nog wel, spektakel. Dat was vandaag niet echt, hè? Nee, ja, weet je, het is, je zit natuurlijk al een hele andere setting dan een paar jaar geleden. Zeker vergeleken met die zaterdagavondwedstrijd van 2 jaar geleden. Maar ik vind dat Teilingen er alles aan gedaan heeft om binnen de mogelijkheden het al zo sfeervol en goed bezocht mogelijk te maken. Daarvoor wil ik de voorzitter bedanken en met alle vrijwilligers van Teilingen die dat voor elkaar gekregen hebben. Ja, en de wedstrijd zelf was een echte ouderwetse knokkenwedstrijd, zoals eigenlijk een derby betaamt. Ja, maar er is dan niemand die denk ik echt het verschil even kan maken. Hè? Geen enkele speler die dan net even die ene beweging maakt om het spel eigenlijk los te breken. Nee, dat ben ik met je eens. We hebben vorig jaar ook al veel moeite gehad met scoren. En dat zie je dat dit seizoen ook nog met moeite gaat. Wat ik wel vind is dat het voetballend al een stuk beter is dan vorig jaar. We zijn er wel. Alleen ontbreekt het af en toe net aan die laatste paas of aan de bezetting voor het doel. En ja, daarin moeten we nog wel bepaalde stappen zetten. En ik denk op zich wel dat we spelers hebben met die creativiteit die dat kunnen zijn. Bijvoorbeeld een Tim Gorter, om maar even te noemen. Ja, en als dat soort gasten het op hun heupen gaan krijgen. Ik denk dat het ook een gevalletje is van, gaat er eentje in, dan komt de rest vanzelf wel. En dat is gewoon eigenlijk wat we nodig hebben. Maar is het dan ook gewoon de tegenstand, de derby, alles bij elkaar, waarom het dan toch nog 0-0 blijft? Nou ja, we zijn altijd wel redelijk gewaagd aan Voorrolte. En nee, het zijn nooit grote uitslagen geweest. Behalve dan 2 jaar geleden? Behalve 2 jaar geleden, toen werd het 4-0. Maar ja, daarvoor was het ook voor mij 2-1, 2-0, 1-0, 0-0. Dus ja, het zijn sowieso nooit hele doelpuntrijke wedstrijden. Ik denk alleen wel dat er heel veel beleving in zit. En heel veel strijdkracht. En iedereen gaat er vol voor. Nou ja, en ook dat komt het voetbal niet altijd ten goede natuurlijk. Daarvoor wordt het gehaast en dat zag je de tweede helft. De bal ging zo vaak heen en weer. Ja, dat maakt een wedstrijd heel zwaar. Ja, en dan moet je eigenlijk de kracht hebben om het voetballen te gaan oplossen. En dan rust in de ploeg te krijgen. Nou ja, dat is dan vandaag niet gelukt. Maar ja, dat is weer iets voor de volgende wedstrijd. Kan je dan leven met een 0-0? Nou ja, eerlijk gezegd ben ik natuurlijk heel blij met het punt. Hè. Het is toch weer even het eerste puntje van het seizoen. Dat is alvast lekker, dat je van die 0 af bent. Alleen, ondanks dat het misschien wel een terechte 0-0 wedstrijd is geweest, hebben we wel de kansen gehad om een doelpunt te maken. Of heel dichtbij om zo'n 100% kans te creëren. Hebben zij ook gehad. Dus wat dat betreft gaat het ook gelijk op. We hebben nog een raar balletje op de lat, hè? Helemaal aan het einde van de wedstrijd. Ja, raar balletje van de lat van Stan Admiraal. Nou ja, die stift hem er net tegen de lat aan. Nou ja, en gelukkig staat dan Colin precies goed om nog die bal weg te werken. En dat vind ik dan ook wel een kwaliteit van ons. We staan wel telkens goed om ook dat soort ballen te pakken. En, hè, we gingen achterin even kort in de fout. Nou ja, dan wordt het ook weer dichtgelopen door een persoon. Ja, dat maakt dat we wel gewoon altijd op de goede plek staan. Verdedigend in ieder geval. En dat vind ik wel echt een compliment van deze ploeg. Of een kracht van deze ploeg. Dat we gewoon verdedigend heel moeilijk te kloppen zijn. En ook zelf gewoon verdomd weinig weggeven. Heb je dan misschien ook het laatste kwartier dat je denkt, nou, laat het dan maar 0-0 blijven? Ja, nou ja, dan hink je een beetje op 2 gedachten. Je wil natuurlijk als verdediging zijn wel heel graag gewoon die 0 houden en op die 0 spelen. Alleen ja, je wilt ook gewoon die 1-0 maken. Dus ja, ik had niet echt het idee van, joh, laat het dan maar 0-0 worden. Maar uiteindelijk ben je wel heel blij dat je die 0 gewoon weer een keer gehouden hebt. Want dat is ook alweer nog niet heel vaak voorgekomen. Dus dat is dan wel weer een positief punt. Je zei het net aan het begin van het interview al, dit is denk ik ook een Teilingen derby zoals je die nog nooit eerder hebt meegemaakt. Nee, ja, zoals ik net al zei, hè, de sfeer was heel anders. De bezetting was heel anders. Je hebt al de hele dag te maken met maatregelen en dergelijke. Maar ik denk dat dit wel, zeg ik, tot een maximum van de mogelijkheden is uitgerekt. En dat we daardoor gewoon nog steeds een hele leuke derby hebben kunnen spelen. Met toch wel een hoop supporters nog langs de lijn. En op zich ook een prachtig moment, een mooi eerbetoon aan de jongen die eerder dit jaar bij Teilingen is overleden. Ja, ik vind het heel goed van Teilingen dat ze zo stil hebben gestaan bij Daan Verleeuwen. Het was de eerste officiële competitiewedstrijd, thuiswedstrijd, sinds zijn overlijden. We hebben vandaag al een penaltybokaal gehad in ere van hem. Tweede heeft met rouwbanden gespeeld. Nou, wij dan een minuut stilte en met rouwbanden gespeeld. Dus joh, ik hoop dat Daan gelukkig kan terugkijken op deze wedstrijd. Dankjewel.